De talkshow Marcel en Gijs van SBS 6 is gestaag in populariteit gestegen en behaalde gisterenavond zijn op één na hoogste kijkcijfers ooit. Hoewel niet te vergelijken met het aantal kijkers van Vandaag Insight, blijkt de zomerse vervanger van 6 geen grote flop te zijn. Gemiddeld kijken er ongeveer 400.000 mensen, maar gisteren was er een uitschieter naar boven. De aflevering behaalde 439.000 kijkers, goed voor een marktaandeel van 11% op SBS 6. De kijkcijferexpert Joost Maiburg van RTL Boulevard meldt dat het de op 1 na best bekeken aflevering tot nu toe is. Marcel en Gijs behalen hun op 1 na hoogste kijkcijfers sinds de start van de show. Alleen de eerste aflevering scoorde beter. In de commerciële doelgroep van 25 tot 54 jaar behalen ze een prima score van 10,9%. Tina Nijkamp, een vooraanstaande expert op het gebied van kijkcijfers, wijst op het feit dat gast Raven van Dorst, samen met onder andere Victoria Koblenko, Euskan Akyol en Maarten van Rossem, een magneet is voor kijkers. Ze speculeert dat we binnenkort mogelijk ook Euskan of Maarten aan tafel kunnen zien. Vanwege deze kijkcijfers verwacht Tina dat Marcel en Gijs een blijvend programma zal zijn op SBS 6. Op basis van de kijkcijfers durf ik te zeggen dat deze talkshow zeker een vervolg krijgt. Misschien zien we ze weer rond kerst en ook opnieuw in de zomer. Het is echter de vraag of BNNVARA daarmee akkoord zal gaan. Zij produceren immers de wekelijkse talkshow Media Insight en zullen niet willen delen met Marcel en Gijs. Mediakenner Victor Vlam suggereert echter dat ze de heren mogelijk een beter aanbod kunnen doen. Het 7-uur slot van NPO 1 is namelijk toe aan een nieuwe talkshow. Echter, er is één persoon die hier absoluut geen fan van is, Dries Roelvink. Hij walgt van het tv-duo, zo geeft hij toe in het nieuwste nummer van Story. Hij vindt dat SBS 6 geen goede keuze heeft gemaakt. Nee, ze missen allebei de juiste energie. Het kan eenmalig leuk zijn, maar het wordt al snel heel saai, aldus Dries in het showblad. Zangeres Sjoukje Smit sluit zich volledig aan bij Dries' standpunt, ik heb één keer gekeken. Dat was de eerste en meteen de laatste keer.